Ze is politiek opgegroeid hier in Amsterdam. En misschien wel de volgende premier van Nederland. Vandaag de gast in het torentje van Amsterdam, VVD-lijsttrekker Dylan Jesielgus. Mevrouw Jesielgus, van harte welkom in het torentje van Amsterdam. Is het een beetje een thuiswedstrijd? Voelt het als thuiskomen hier? Ja, hier wel. Ik heb hier heel veel borrels gehad. Dus mooie herinneringen aan, zeker. Ja, dan zat u op het terras beneden met de biertjes. Zeker, zeker. Nee, dit is een hele iconische mooie locatie in Amsterdam, dus dat is wel fijn. Ja, u bent natuurlijk Amsterdamse, maar u werkt veel in Den Haag. Komt u nogal veel in de stad of is het eigenlijk niet meer te doen? Nou, jawel hoor. Nu even met de campagne en minister zijn tegelijk, dat is wel echt heel druk. Maar ik kom heel graag in de stad en ik vind gewoon door de stad lopen vind ik echt heerlijk. Maar ook naar de markt gaan. Ik word altijd heel vrolijk als ik dat plat Amsterdamse hoor. Dus dat zoek ik wel echt heel erg op. Ja, en als we dan naar het Amsterdamse bestuur kijken, hè, dat is een heel links college wat hier zit. PvdA, GroenLinks, D66. Hoe is dat dan toch als VVD'er om in zo'n stad te wonen? Nou, als Amsterdammer is het soms ook best wel ingewikkeld. Je kan eigenlijk, alles zit vast, vind ik. Het is moeilijk, de parkeer is belachelijk duur. De stad ligt zo vaak overhoop. Dus als Amsterdammer mopper ik vaak. En als VVD'er doe ik daar natuurlijk wel een VVD-sausje bovenop. Maar het is toch ook wel weer heel fijn dat de stad wat minder auto's heeft, zodat je wat meer kan paraderen door die stad? Of zegt u, die auto moet hier altijd een plek blijven hebben? Het is het allebei. Het hoeft niet overal en heel veel. Maar als je weet hoeveel mensen de auto nodig hebben om ergens te komen naar een werk, mantelzorg, gewoon kind naar de sport brengen. Niet iedereen kan dat allemaal organiseren op de fiets of met de OV. Dus ik vind wel dat je in de stad, je moet wel oppassen dat je niet de middengroep, de middenklasse die zo'n stad ook echt levendig houdt, dat je die de stad uitjaagt. En dat is natuurlijk een gevaar van elke grote stad. Ik vind wel dat het Amsterdamse bestuur daar wel veel, veel zorgvuldiger mee om mag gaan. Want straks is die hele stad leeg en dat zou echt zo zonde zijn. Ja, u begon hier 10 jaar geleden in de gemeenteraad als raadslid. Mist u dat wel eens, dat u zo op de Stopera debatteert met raadsleden over thema's die echt hier in het kleine stad aangaan? Dat was wel echt heel leuk. Het was echt heel, heel mooi om te doen. Ik heb mij in die jaren heel erg ingezet om straatintimidatie aan te pakken. Dat was een van de onderwerpen. Ik heb me heel erg ingezet tegen antisemitisme. Nou, dat zijn allemaal zaken die heel dicht bij mensen direct hun gevoel van veiligheid raken. En ik heb al die jaren daarvoor, meer dan 8 jaar heb ik ook als ambtenaar gewerkt op de Stopera. En me bezig gehouden met opvang van daklozen, van WMO, van zorg. Van een heleboel onderwerpen die ook echt mensenlevens direct raken. Dus ik kijk daar wel met echt een heel warm hart, warm gevoel naar terug. Ja, dan zijn we 10 jaar verder en dan bent u de premierskandidaat van de VVD. En mogelijk na de verkiezingen bent u dat misschien zomaar als u de grootste partij wordt. Duizelt het u niet ook af en toe een beetje dat het zo snel kan gaan in een carrière? Ja, nou, dat is het ook wel. Het gaat ook wel heel snel. Het is niet dat ik een bepaald pad had bedacht of had gedacht van kost wat kost moet ik daar komen. Ik ben ooit de raad ingegaan vanuit het idee, ik wil proberen het verschil te maken voor mensen op mijn manier. En eigenlijk is dat nooit veranderd. Dus op die manier zit ik er nu ook in. Ik wil naar mensen luisteren, ik wil hen dienen. Maar de druk op de schouders is misschien wel wat meer. Dat is zo. Dat kan ik, natuurlijk is dat zo. Maar ik moest laatst terugdenken aan toen ik de raad inging. En dat was de eerste keer in de politiek. Toen had ik volgens mij iets van 400 voorkeursstemmen. En ik dacht, ik ken helemaal geen 400 mensen. Dus er zijn mensen geweest die mij niet kennen, die toch hebben gezegd, ik vertrouw jou mijn stem toe. En die druk, die voel ik elke dag nog steeds. Van mensen die zeggen, ik vertrouw jou mijn stem, doe daar iets goeds mee. En dat als je dan wat je ook doet goed uitlegt, ook uitlegt als iets niet gaat of waarom het niet gaat. Dat is de druk die ik het meeste voel, maar ik kan natuurlijk niet omheen. Dit zijn hele spannende tijden als lijsttrekker en een campagne en verkiezingen. Dat komt er allemaal bij, maar die verantwoordelijkheid heb ik altijd gevoeld, vanaf de allereerste dag in Amsterdam. Ja, de thema's deze verkiezingen hebben vaak het woordje crisis erachter staan, hè? Klimaatcrisis, bestaanszekerheidscrisis, wooncrisis. Vindt u als VVD-lijsttrekker dat woord crisis er vaak wordt gebruikt? Nou ja, kijk, in de politiek doen we dat wel een beetje graag, maar uiteindelijk zijn dit wel de onderwerpen waar Nederlanders wakker van liggen.
Dus welk woord je er ook bij gebruikt, het is aan ons om die problemen op te lossen. Maar zijn het niet gewoon uitdagingen van de politiek die er misschien altijd al zijn geweest? Een deel is ook zo. Een deel is ook zo. Sommige dingen zijn nieuw, sommige komen ook vanuit al die internationale contexten. Corona hebben wij niet in Nederland gecreëerd met elkaar. Wat er in Oekraïne gebeurt en de effecten hebben wij niet met elkaar gecreëerd. Dus sommige dingen gebeuren overal vergelijkbare wijze. En dan kan je er anders op reageren vanuit de politiek. Maar het is helemaal waar. Het zijn ook uitdagingen die horen bij zo'n dichtbevolkt land, bij zo'n grote stad. Nou, kies maar wat je wil. Dus het is allebei waar, denk ik. Ja, in verschillende interviews heeft u over de coalitievorm hierna uitgesproken dat u geen waterige compromissen wil. Toen dacht ik van, we leven in een coalitieland en er moeten straks misschien heel veel partijen met elkaar gaan formeren. Misschien wel 3 en heel misschien zelfs wel 4. Ja. Hoe gaat u dan ervoor zorgen dat dat geen waterige compromissen worden? Want iedereen zou water bij de wijn moeten doen. Ja. En we komen een beetje dan in het midden met elkaar uit. Maar dat is oké. Okay. Want in een coalitieland werkt het ook zo. Daar sta ik ook achter. Dus een compromis sluiten, dat is prima. Alleen het moet wel altijd gaan over wat voor verschil wil je maken voor de mensen. Voor de mensen voor wie je dit doet. En het mag niet gaan wat mij betreft over, want ik wil zo graag minister worden of zo graag minister-president worden. Dus we blijven maar bij elkaar of we doen maar een coalitie. Dus het moet, dat is het eigenlijk. Hè? En het kan zijn dat je denkt, om er met z'n 3 of 4 uit te komen, ja, maken we er maar dit van. Het maakt niet echt het verschil, maar zo komen we vooruit. Dat kan ook 1 of 2 keer ook betekenen, want stabiliteit en stabiel houden is ook heel belangrijk. Maar als je kijkt naar asiel bijvoorbeeld en waarom dit kabinet is gevallen, dan zie je dat het probleem zo groot is. En eigenlijk ging het niet eens alleen over asiel, maar migratie in algemene zin. En als het dan niet lukt met elkaar om daarvoor een echt verschil te zorgen, het echte verschil te maken, dan moet je ook zeggen, ja, dit probleem is te groot. En als we dat niet opgelost krijgen, dan moeten wij maar stoppen. Dus het maar gaat dan liever de oppositie? En als daar dus op zo'n dossier niet genoeg gebeurt wat u betreft? Nou, het is de oppositie ingaan is voor mij helemaal niet uitgesloten. Het is niet dat ik koste wat kost in een coalitie ga zitten en koste wat kost. We zijn wel klaar om die verantwoordelijkheid te pakken. Dat is de VVD altijd. Dus zo zit ik er ook in. Maar u moet misschien dan ook wel water bij de wijn doen op dit dossier, omdat het land bestuurd moet worden. Omdat er misschien straks 3 partijen, PvdA, GroenLinks, Nieuw Sociaal Contract en misschien uw partij bij elkaar moeten gaan zitten om eruit te komen. En als dan die partij zegt, nou, asiel willen we misschien houden zoals deze, maar een klein beetje doen, dan kan u toch niet zeggen, nou, dan gaan we het land maar niet met elkaar besturen. Nee, maar ik heb niet keiharde breekpunten van als we daar niet uitkomen, precies volgens wat ik had bedacht, dan kan het niet. Zo kan je ook een verkiezing niet, in een coalitieland kan dat ook niet. Maar als je kijkt naar het aantal mensen dat naar ons land komt, asiel, werk en voor studie, dat aantal is te hoog, dat aantal moet omlaag. Ik heb daar ideeën voor, ik heb daar concrete maatregelen voor. Als een ander zegt, ik heb de andere maatregelen voor, dan hebben we het daarover. Het is niet zo dat je per se die van mij moet doen, maar het aantal moet wel omlaag. En daar hebben we het dan met elkaar over. Ik vind ook dat je Nederlanders niet kunt uitleggen als dat aantal niet omlaag gaat. Nou, dan heb je per onderwerp heb je dat soort uitgangspunten. Wat helpt dit land verder? En dan gaan we met elkaar kijken, wat zijn daar de beste maatregelen voor? Nou, wat wij vinden is duidelijk, maar wij weten ook, je maakt onderdeel uit van een coalitie. Dus daar kan je ook met andere maatregelen uitkomen. Als het effect maar is, dat het goed is voor Nederland. We gaan het zo nog uitgebreid over asiel en migratie hebben. Maar we gaan eerst hebben over de woningmarkt, ja. Vooral in Amsterdam. Want we hebben het AT5 panel gevraagd van, wat vindt u het belangrijkste verkiezingsthema? En deze stond hier in de stad stipt op nummer 1. Allereerst de vraag over de woningmarkt. Is dat wat u betreft een markt of eigenlijk toch niet? En moet het veel meer volkshuisvesting worden? Voor mij is het echt een combinatie. Dus het is nu te veel markt, denk ik. Daar wil ik niet flauw in doen, dat is zo. Het moet meer naar huisvesting, maar het zal altijd een combinatie zijn. Ik geloof niet in, laat me aan de markt over, dan komt alles wel goed. Of trek het me helemaal naar de overheid, dan komt alles goed. Dat is allebei eerst is misschien wel een beetje de laatste 13 jaar gebeurd van, laat het allemaal maar aan de markt over. Ik denk dat we als VVD te lang naar de markt hebben gekeken. En nogmaals, daar komt ook innovatie, investeringen vandaan. Dus dat moet je nooit zo afschrijven als dat is niks waard. Maar als dingen niet werken zoals we willen dat ze werken, en in dit geval, nou ja, ik ken zoveel Amsterdammers, Nederlanders, maar als we het over Amsterdam hebben, Amsterdammers die graag zouden willen verhuizen, het huis uit zouden willen gaan, die al lang gescheiden zijn, maar niet een ander huis kunnen vinden, dus met elkaar nog steeds in een woning zitten, noem alle voorbeelden maar op. Ja, ook dat is vrijheid, hè? Kunnen verhuizen, kunnen een eigen veilige plek hebben voor jezelf. En als je weet dat er zoveel mensen zijn die klem zitten, dan kan je niet zeggen dat dat goed gaat. Dus wij zeggen ook vanuit de VVD, dan moet je ook een deel van de regie naar de overheid toetrekken. En dan moet je zeggen, wij gaan dan wel zeggen waar er gebouwd moet worden en
hoe, dus in welke percentages van sociale huur en koop, hoe dat gebouwd moet worden. Nou, minister Hugo de Jonge, demissionair nu, die is natuurlijk van de volkshuisvesting ja. deze periode geweest, heeft heel veel regels ingesteld. De markt zegt nu af en toe dat zijn er te veel geweest. Wat vindt u? Dat denk ik ook. Ik denk dat hij dat met de allerbeste bedoelingen heeft gedaan. En ik begrijp ook waarom dat zo is gegaan. Maar ik spreek inderdaad heel veel mensen die die investeringen kunnen doen. Juist kunnen zorgen voor dat er meer gebouwd wordt. En die zeggen, ik stik helemaal in die regels. Dus we hebben het ook wel heel erg dichtgetimmerd met elkaar. En dat kan ook niet de oplossing zijn. Dus je moet kijken naar een model wat wel enigszins gereguleerd is. Daar ben ik het wel heel erg mee eens. Dus dat is ook de stap die ik ook als VVD naar voren zet. Maar het moet wel op een manier zijn dat vervolgens wel interessant blijft voor partijen om te zeggen, dus we gaan bouwen. Want uiteindelijk is de enige sleutel bouwen. Ja, en daar heb je investeerders voor nodig, pensioenfondsen, die rendement maken. Vindt u dat ze soms te veel rendement willen maken en mag dat bij hen ook wel een tandje minder? Nou, ik vind het vooral belangrijk dat zij investeren en ook het ding doen waarvoor ze zijn. Dat is het, hè. Dus het is, ik ben niet zo van het, niet dat het in deze vraag gebeurt, maar in de politiek gebeurt dat wel eens, dat je het plat slaat van dit is fout en dat is goed. Wat evident fout en goed is, dat is helder. Maar vervolgens heb je ook rendement nodig, heb je ook winsten nodig, heb je ook investeringen nodig, dat daar weer in wordt gestoken, zo bedoel ik het. Dus ik heb liever dat wij de regie pakken, zeggen daar moet gebouwd worden, hier moeten nieuwe wijken komen. Dat kan ook aan de randen van de stad zijn. In het groen kan dat zijn. We hebben de luxe niet om er eindeloos maar met elkaar ingewikkeld over te doen. En met regels elkaar te verstikken. Er moet nu gebouwd worden. Tegelijkertijd, zeker ook in een stad als Amsterdam. De regels bij bestaande bouw zijn ook zo strikt dat je ook geen kant meer op kan. Ook daar moet je ruimte geven. Ja, wat betreft duurzaamheid bijvoorbeeld? Duurzaamheid. En het is heel belangrijk dat huizen duurzaam gebouwd kunnen worden. Of als jij in een tochtige woning woont, wil jij natuurlijk ook dat het niet meer tochtig is. Dat is alleen heel comfortabel en voor je energierekening. Laat staan voor klimaat. Dus daar moeten we mensen bij helpen. Maar dat alleen maar regels op mensen afsturen en dan denken dat het wel goed komt. Ja, dat is die echt regels fout. Zijn te verstikkend wat u betreft? Ja. En wat ik ook las in uw verkiezingsprogramma, het Rijk maakt wat de VVD betreft realistische bouwafspraken met de gemeente. De huidige woondeals gaan op de schop en we houden hierin meer oog voor economische activiteiten. Die woondeals doet u volgens mij wat Hugo de Jonge heeft afgesloten. Toen dacht ik, dat heeft hij 2,5 jaar geleden allemaal opgezet. U wil opnieuw naar de tekentafel. Na 2,5 jaar opnieuw naar de tekentafel gaan, dat versnelt toch niet heel veel? Nee, maar als je ziet dat dingen niet uitpakken zoals je had voorzien, ik denk dat dat een van de grootste lessen van de afgelopen jaren sowieso is. Als plannen niet uitpakken zoals je het had gewild, omdat je het verschil wil maken voor mensen, moet je durven zeggen dit werkt niet. Maar dus die 2,5 jaar is voor niks geweest? Zeker niet, want er zijn en goede dingen uitgekomen en we zien ook wat niet werkt. Dus kijk, in de politiek is het het is niet heel makkelijk, maar we zetten wel sneller nieuwe plannen op, nieuwe programma's. We maken er ook geld voor vrij en dan zeggen, hé, maar dit pakt niet uit zoals het was bedoeld. Daar zijn we wat minder goed in. Want dan staat de minister voor schut omdat hij moet bijsturen? Of je moet zeggen, dit was toch niet goed bedacht. Wij zijn meer van, ik heb daar echt een hekel aan en ik zou willen dat de politiek daar helemaal mee stopt. Mensen gaan uitleggen dat zij het verkeerd ervaren. Dat de plannen op papier echt wel goed waren, maar je ervaart het verkeerd. Dat mag nooit het geval zijn. Ik zeg niet dat dat hier zo was. Als je hier ziet dat die regels nu verstikken en niet het gewenste effect hebben, dan moet je kunnen kijken, oké, waar kan het dan beter? En volgens mij wil iedereen dat, ook de minister. Dus dat moeten we ook met elkaar kunnen doen. In welke context, of coalitie of constructie dan ook. Ja, de VVD wil ook het erfpachtsysteem afschaffen. En nu zitten we in een stad die heel erg rijk is geworden van erfpacht. Wat zegt u tegen het college hier die tientallen miljoenen per jaar verdient aan erfpacht om de stad te onderhouden, ervoor te zorgen dat we geen achterstandswijken hebben? Ja, als de VVD dus helemaal aan de macht komt, dan gaat dat eraf. Wat zegt u dan tegen ze? Ja, dat we dat op een andere manier moeten gaan inrichten. En die beweging heeft Amsterdam een tijdje geleden al een beetje gemaakt. Hè? Toen je het kon afkopen, toen je die stappen kon zetten. Hebben ook veel Amsterdammers gedaan. Heeft de stad toen wel heel veel geld binnengekregen? En ik denk dat, kijk, we moeten mensen die een huis hebben, niet gaan beschouwen als daar kan ik dus continu geld ophalen. Dat is eigenlijk het ding. Maar waar moet de stad dan dat geld dan vandaan halen wat ze dan mis gaan lopen? Omdat dat zo belangrijk is voor de openbare voorziening. U kwam hier net aanrijden, u ziet het helemaal open liggen hier. Ja. Het was hard nodig, het Centraal Stationpleingebied wat onderhouden wordt. Ja, dat wordt daar onder andere van betaald. Nou ja, er zijn en natuurlijk andere middelen om geld vandaan te halen. Elke gemeente in Amsterdam doet dat ook. Moet ook altijd kijken, waar kan het minder? Ik ben zelf als VVD'er altijd heel erg terughoudend bij dat voor alles wat je wil doen als overheid of wat nodig is,
dat je het dan maar bij de mensen ophaalt door ze te belasten, door maar meer geld daar vandaan te halen. Je moet ook naar jezelf kijken als overheid, waar kan het minder, waar kan ik scherper zijn, wat kan ik minder doen. Ja, dan zegt uw fractievoorzitter hier in de gemeenteraad Amsterdam, Claire Martens, zegt dan vooral het ambtelijk apparaat naar beneden halen. Daar zit sowieso, zeg ik ook als oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam, daar zit sowieso ook ruimte. Het is ook, en dat zegt Claire, maar het is ook niet, het is ook niet zo dat je al dat geld op die manier kunt halen. Maar je moet altijd als overheid kijken, waar kan ik het zelf slimmer organiseren? Waar geef ik te veel geld aan uit? Wat kan op een andere manier? En als je dat niet doet en altijd je reflex is, ik ga het gewoon bij de mensen halen. Ik ga ze belasten, ik ga meer erfpacht, ik ga meer OZB. Dat kan je mensen niet aandoen. De kosten zijn al zo hoog. Gewone mensen met gewone banen, met een prima inkomen, liggen nu al wakker. Kan ik nog mijn kind op schoolreisje sturen? Daar moeten we echt veel gemakzucht waarmee daarnaar wordt gekeken. Zeker naar de middengroepen van die kunt allemaal wel hebben. Dat moet echt klaar zijn. VVD wil ook meer koopwoningen in grote steden bouwen. Nou bouwt Amsterdam 40 sociaal, 40 middenhuursegmenten en 20 de dure koop- of huurwoningen. Vindt u dat te veel? Dat die naar de sociaal gaan, 40%? Nou ja, we komen van 60 in Amsterdam, dus het gaat in ieder geval de goede kant op. Wat de VVD betreft. Ja, dat vind ik. Ja, want als je kijkt naar wie je in de stad wil hebben, je wilt een gezonde mix hebben. Van verschillende inkomens, verschillende mensen, dat is wat een stad levendig houdt. Is die gezonde mix er nu dan niet meer? Nou, ik denk dat vooral de middengroepen de stad uitrennen, omdat ze hier geen woning kunnen vinden, geen kant op kunnen, alles ligt open, vervoer is lastig. En dat kan niet. Want als die middengroepen weg zijn, dan is wel het hart van de stad ook wel daarmee weg. En dat moeten we nooit toestaan. Dat moeten we niet accepteren. Dus ik denk dat je per gebied, per gemeente, per gebied moet kijken, wat is hier de gezonde mix? Ik denk zelf dat de sociale huur in Amsterdam nog wel iets meer naar beneden mag. En zou je dat dan ook als het rijk zijnde willen afdwingen dat u percentages oplegt aan Amsterdam om dat te bouwen? Omdat nu inderdaad het college zelf besluit wat ze doen. Ik denk wel dat je dat in overleg moet doen. En als je ziet dat gebeurt niet, dan moet je daar veel meer regie op pakken. Dus ja, of je dat dan nu meteen bij Amsterdam. Nee, dan ga je samen in gesprek. We maken afspraken, we maken deals. Er komen meer woningen dan bij. En op het moment dat een stad daar heel scheef in gaat, ja, dan moet je daar wel op ingrijpen. We weten dat nu heel veel mensen in sociale huur in Amsterdam wonen. Die misschien daar veel te veel voor verdienen. Wel elders naartoe zouden willen, maar dat ook niet kunnen. Want die woningen zijn er niet. Dus wil je ook een gezonde doorstroom hebben en dat die sociale huur is voor wie het bedoeld is, dan moet je ook bouwen, ook op voor andere inkomens. Dus voor middeninkomens moet je hier absoluut gaan bouwen. En je niet blind staren op alleen sociale huur, want dan hou je geen mix meer in de stad over en zijn die middeninkomens weg. Dus het is en. Daarom vinden we ook zo belangrijk dat als jij nu in een sociale huur woont en je hebt de middelen om die woning te kopen, dat die optie er ook moet zijn. Maar, daar zeg ik meteen bij, dat moet je wel gelijk opdoen met dat je ook sociale huurwoningen dan bijbouwt. Want als je helemaal geen sociale huur hebt, dat kan ook weer niet. Dus het gaat wel over dat soort strategische plannen. Het liefst natuurlijk dat gebieden dat zelf maken, maar anders moet het Rijk wel de regie daarop gaan pakken. Maar in dit land doen we het graag gezamenlijk, omdat we zien dat het dan ook de meeste vooruitgang oplevert. We hebben het AT5-panel ook gevraagd welke vragen zij aan de lijsttrekkers hebben. Bij u het thema asiel en migratie gevraagd. En Jikkenien Derenberg heeft daarover een vraag aan u. Laten we even kijken. Ik ben Jikkenien Derenberg. Ik ben 60 jaar. Helaas chronisch ziek, waardoor ik niet meer werkzaam ben. En ik woon in Amsterdam-Zuid. Wat is volgens jou het probleem met asiel en migratie? Te veel. Te veel mensen die hier binnenkomen die de taal en de cultuur niet kennen. Die moeten integreren. Wat moeizaam gaat. En degenen die wel een verblijfsvergunning krijgen, ja, die roepen meteen dat ze hun gezin willen laten overkomen. Ik zie mijn nichtje van 23, die zie ik voorlopig geen sociale huurwoningen aangeboden krijgen. En ze gaan voor, hè. Mensen die dus uiteindelijk een status hebben voor onbepaalde tijd, ja, die krijgen dus de woningen aangeboden. Beste lijsttrekker, hoe gaat u ervoor zorgen dat Nederland leefbaar blijft, ondanks de hoge toestroom van asielzoekers? Ja, deze zorg hoort u denk ik als VVD-lijsttrekker vaker. Zeker, zeker. En op de allereerste plaats moeten we zorgen dat dus het hoge aantal mensen dat naar ons land komt, dat aantal naar beneden gaat. We kunnen ons daar niet bij neerleggen dat dan maar een gegeven is. Het is nu zo, omdat de politiek geen duidelijke besluiten neemt. Ons land is veel aantrekkelijker dan de landen om ons heen als het gaat om asiel. Als je kijkt naar arbeid, mensen die hier komen om te werken, die hebben we ook in sommige sectoren hard nodig.
Ook daar moeten we veel duidelijker keuzes maken, waar wel, waar niet. Als ze hier naartoe komen voor een bepaald bedrijf, hoe zorgen we dan voor huisvesting, zodat er niet verdringing plaatsvindt van Nederlanders die ook een huis zoeken. Hetzelfde geldt voor internationale studenten. Dus het aantal moet naar beneden. En ondertussen moeten we zorgen dat we bij blijven bouwen voor Nederlanders die ook zo hard op hun huis staan te wachten. En dat is ook echt wat mij heel erg stoort aan geen besluiten nemen hierover in de politiek. Een van de redenen ook waarom we eigenlijk gevallen zijn. Je moet hier keuzes maken. Wil je ervoor zorgen? Heeft uw partij natuurlijk met de spreidingswet ook gedaan, geen keuze. Ja, de negen zegt het tegen, terwijl de VNG zegt dat zou een oplossing zijn, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En die spreidingswet, waarom zijn we tegen de wet zoals die voor ligt? Dat is omdat er verder niks wordt gedaan om de instroom naar beneden te brengen. Dus wat zeg je dan? Dan zeg je al die mensen blijven komen, daar neem ik geen besluit op als overheid. Maar vervolgens zien we daarna, nu wel weer dat Ter Apel vol is. Jazeker, dat is verschrikkelijk. Maar je moet die instroom naar beneden brengen. En dan vinden wij ook overigens, absoluut, zit hier ook in ons verkiezingsprogramma, dat je dan een bepaald aantal tijdelijk ook over het land moet kunnen verdelen. Die verdeling is fair als je dat doet, maar die is alleen maar fair als je als overheid ook besluiten durft te nemen dat het aantal naar beneden moet. Als je dat niet doet, ja, dan is het niet eerlijk ook voor het land. En dat is de reden waarom we nu tegen die wet zijn, zoals die voor ligt, want er gebeurt niks aan die instroom. Nou, dat moet echt naar beneden en dan kan je een eerlijke verdeling hebben over het land als het gaat over een maximum aantal voor een tijdelijke periode. Ja. We hebben natuurlijk de problemen inderdaad bij Ter Apel de afgelopen jaren gezien, dat het daar vol loopt, dat mensen op straat moesten slapen in tenten. Toen hebben wij hier een asielwethouder in Amsterdam, Rutte Groot-Wassing, die dan in de bres springt om heel veel problemen op te lossen, mensen op te vangen. Er ligt nu zelfs een asielboot hier. Bent u eigenlijk dan niet heel erg blij met hem? Ik ben blij met elke bestuurder die naar voren is gestapt. Die heeft gezegd, wij hebben plekken. Dat hebben heel veel mensen in het land gedaan. Een van de redenen waarom die asielzoekerscentra en ook Ter Apel daarmee dichtlopen, vastlopen, is omdat er mensen in die centra zitten die hier mogen blijven. Die zijn erkend als vluchteling en die hebben recht op een plek. Een woning, een opvangplek ergens in een stad. En juist omdat we die niet geleverd krijgen, bij Amsterdam hebben we ook een achterstand. Dus het zou mooi zijn als de wethouder ook daarvoor in de bres. Ja, de wethouder wil heel graag uitwisselen. Die wil juist meer vluchtelingen opvangen en minder statushouders vanwege het woningmarktprobleem hier. Het woningmarktprobleem is overal in Nederland. Dus ik hoop ook heel erg op steun van GroenLinks in het aantal mensen hier naartoe krijgen, dat we die naar beneden trekken. Dat er minder mensen naar ons land komen. Dus het zou mooi zijn als GroenLinks daar ook in steunt. En daarna ook de mensen die hier mogen blijven, die echt op de vlucht waren, waar ook alle Nederlanders voor zijn, dat die ergens op de wereld een veilige plek hebben, degenen die hier zijn, dat die ook een opvangplek kunnen hebben. Want dan pas maak je echt het verschil in die asielzoekers. Ja, want we zien wel dat er nu steeds meer brandhaarden in de wereld ontstaan. Hè? Vorig jaar Oekraïne-Rusland, wat nog steeds gaande is. We zien natuurlijk nu de oorlog Israël-Hamas, in Gaza het leed enorm is. Als dan straks een vluchtelingenstroom weer op gang komt, bijvoorbeeld vanuit Gaza, de grens is natuurlijk nu nog dicht, maar wat zegt u dan? Stel dat die mensen hier naartoe willen komen. Wat je dan moet doen, is zorgen dat je eerst in die regio kijkt. Maar laten we eerlijk zijn, die regio die zegt, zelfs Egypte doet de grens niet open. Nee, maar nu hebben we het over mensen die dan vluchten en dan zou je dus, wat ik het liefste zou hebben, is natuurlijk dat niemand hoeft te vluchten. Maar goed, die fase zijn we helaas voorbij. Dat je dan kijkt, is er in de regio een veilige plek? Kunnen we als Europa, als Nederland ook echt in investeren? Dus ik vind niet, zoek het dan maar uit, maar daar dragen we aan bij. En voor degene voor wie het niet veilig is in de regio ook, dat die naar Europa kunnen komen. En dat je dan een eerlijke verdeling hebt over de landen en dat een deel ook naar Nederland komt. Maar je hebt die plekken pas echt voor die echte vluchtelingen, als je aan de voorkant ook besluiten durft te nemen. Een heleboel van de mensen die hier naartoe komen als asielzoeker zijn uiteindelijk blijken geen echte vluchtelingen te zijn. En omdat we niet aan de voorkant die besluiten nemen, onze buitengrenzen van Europa niet beter bewaken, niet zorgen dat we als Nederland duidelijk beleid hebben, ga je die problemen in je eigen land daarna proberen op te lossen. Heb je uitgeprocedeerde mensen. Er zitten heel veel van in Amsterdam, in de illegaliteit. Dat is ook niet de situatie die iemand toe zou wensen. Die krijg je vervolgens niet uitgewezen naar land van herkomst. Ja, die willen ze niet vaak. Ja, en dan blijf je dus in die. En wat daarmee nog meer gebeurt, behalve de druk voor Amsterdam en Amsterdammers en voor Nederlanders, is dat je die echte vluchtelingen ook in de steek laat. Dat kan niet. En daarom is het zo belangrijk dat je aan de voorkant duidelijke besluiten neemt. En wat wordt er dan bijvoorbeeld als we even naar Gaza op dit moment kijken? Want de kans dat daar een vluchtelingenstroom straks komt als die grens open gaat, is natuurlijk heel groot. Want het onmenselijke leed wat daar gebeurt, iedereen ziet het gebeuren. Wat zegt u dan? Moeten dan nu aan de voorkant inderdaad besluiten worden genomen en gebeurt dat dan al? Nou ja, wat de allereerste noodzaak nu is, naast achter Israël staan op het recht op zelfverdediging na een brute terroristische aanval, zorgen dat er ook humanitaire corridors zijn om ook de hulp te brengen naar Gaza voor de mensen die dat nodig hebben.
Dat is wat daar moet gebeuren. En het is verschrikkelijk wat daar nu aan de hand is. En de druk vanuit de internationale gemeenschap om en richting Israël te zeggen, je zelfverdediging, ja, dat steunen we. Maar zorg dat het proportioneel is en binnen de grenzen van humanitair oorlogsrecht. En ondertussen zorg dat we met hulp daar kunnen komen. We investeren vanuit Nederland ook veel geld en veel druk ook richting Israël. Om te zorgen dat die hulp daar kan komen. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Hoe de toekomst er daarna uitziet, moeten we zien. Maar internationaal heeft natuurlijk, hebben alle leiders het hier ook over. Hoe geef je die mensen de hulp die ze nodig hebben? En wat gaat er daarna gebeuren? Maar die brute aanval van Hamas, de terroristische organisatie, had dit, neem ik aan, voorzien. Dat Israël zou terugslaan. En dat hun eigen burgers vervolgens in Gaza zo in de knel zouden komen. Het is heel cynisch en heel bruut om dat te zien, inderdaad. Laten we vooral hopen dat het daar snel eindigd is. Dank voor dit gesprek, Yassir Guss. Dank. Dank u wel. En u bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Torreltje van Amsterdam. Voor nu een hele fijne dag.